ochtend. Welkom bij deze nieuwe weekvlog. Nee, weekendvlog. Maarten is lekker naar het werk. Of ja, lekker. Hij is naar het werk. En wij zijn lekker thuis. De kids hebben vrijdag altijd vrij. Dus doen we altijd lekker rustig opstarten. Nikki is nog in zijn pyjama. Die is lekker aan het kleuren. En dadelijk gaat hij knippen. En Lea die staat daar te wachten op de pap die ik nu ga maken. Kacheltje brandt. Ik had me vandaag voorgenomen van we gaan ergens naartoe, even eruit of zo. Het is zo koud, het is echt min 7 of zo. Dat heb ik deze week al vaker gehad. Dat als ik dan ergens naartoe wilde, even de deur open doen om te checken. De deur weer dicht. Ik ben zo niet goed met kou. Dus ik denk dat we vandaag de hele dag lekker binnen blijven. Wauw, netjes, schat. Deze hebben we al klaar. Ik ben net gebeld door mijn schoonzusjes en die. We hebben uitgenodigd met de kids om samen te gaan lunchen bij de IKEA. Het gaat goed zo dan, dat geld spaar, hè? Zei je ook mij even goed? Nee, dat zei jij niet. Wel. Nee, dat zei jij niet. Nee, mama kan dat niet. Hallo, het is zaterdagochtend. Zijn net uit bed, zoals je ziet. En kijk eens. Wat is er aan de hand? Buiten ligt er sneeuw. Papa die kwam gisteravond rond, of nacht eigenlijk, volgens mij rond 1 uur naar huis. Want die, die was uitgenodigd voor een voetbalwedstrijd te gaan kijken. En die heeft heel erg naar zijn zin gehad. Alleen, hij is ook coördinator van het strooien, van het zoutstrooien. En er gingen wat dingen mis. Dus hij is na 3 uur slaap uit zijn bed gemoeten. En sinds 3 uur is hij daar aan het meehelpen en weet ik veel wat. Dus ja, we moeten papa nog eventjes missen, een paar uurtjes. En ik denk als hij terugkomt dat hij even lekker gaat slapen. Nou, de kids hebben al een boterhammetje hier. En wat drinken. Ze zijn al aangekleed. Ja, vork. En vork heeft Lea. Ja, ik ook. Nikki ook. Netjes. En we zijn even de bellinga's aan het kijken. En ik geef ze even wat vitamine D. Goed zo, meisje. Van mama ook. Ik wil dadelijk even douchen. Ik had eigenlijk gehoopt dat Maarten thuis was, zodat ik dat in alle rust kon doen. Maar die is er nu niet. Dus of ik wacht even tot hij terug is, maar ik weet niet hoe lang dat gaat duren. Of kijk dat de kids even boven gaan spelen, want boven is onze douche. En heel goed spelen met elkaar. Echt waar. Als Nick weg is, dan is Lea veel minder leuk aan het spelen dan wanneer hij er is. Maar ze hebben elkaar ook echt de laatste dagen heel erg in de haren. Ook echt met slaan en van zich afbijten en schreeuwen. En dus ja, ik laat hem nu even niet helemaal alleen, zeg maar, een kwartier lang. Herkennen jullie dit? Ik weet niet, ik herken het. Maar goed, ik herken het van mij en mijn zusje niet. Maar misschien was dat wel zo toen ik nog heel klein was dat ik het me niet herinner. Maar volgens mij hebben wij dat nooit gehad. Niet zo erg in ieder geval. Maar misschien ligt het eraan dat we twee meisjes waren. En dit een jongere meisje. Nou, mag ik ook even wat eten voor mezelf? Smakelijk! Papa is nog steeds niet thuis. Het is inmiddels 8:30. Die zal kapot zijn als hij thuis komt. Nick is met de auto's aan het spelen. Wat is je plan? Ik moet de vuilnisbak maken. Een vuilnisbak? Een autobak. Een autobak. Wow, je hebt best veel, hè, jong. Dan kan je auto's verzamelen. En volgens mij krijg ik hulp. Hé, mij helpen, schat. Ja, lief van jou. Ik ga de sladder zoeken. Ja? Hier is hij. Wow. Zondag. Nick is even aan het prikken, schat. Ja. En Lea, wat ben je aan het doen? Nee. Ben je jezelf aan het doen? Ja. Ja, mooi hoor. Hij is er weer. Hoe was je 10 uur? Alle bel. Kort 10. Nee, in ieder geval laat. Dus we maken even een stevig hap. En dan gaat papa even slapen. Papa slaapt. Wij gaan even naar buiten. Ha
Mama? Ja? Ja, ik ga even zoeken. Hier. Alsjeblieft. Ja. Yeah. Lea, ga je steppen? Kom maar, mama. Ja? Gezellig. Is het hier gezellig? Niet zo op de knieën. Niet op de knieën? Zo fijn. We hebben een mini sneeuwpop gemaakt. Volgens mij is dat überhaupt de tweede die ik überhaupt in mijn leven maak. Hier heb ik wat spulletjes om de sneeuwpop te versieren. Wees maar creatief, een worteltje heb ik niet. Rietjes. Ja? Is dat de neus? Oh, dit is eigenlijk een neus. Die is leuk. Nou, dan zal ik eens vertellen. Dat het in mijn leven de tweede sneeuwpop ooit is die ik gemaakt heb. Dus. Maar hij is gewoon lief. Hij is gewoon heel erg lief. Ik doe niet aan het sneeuw eigenlijk. Ik ben bij de buurvrouw geweest. En kijk wat ik heb. Wat is dat? Een? Ei. Een ei. En wat gaan we maken? Een cake. Wacht even, die klok. En we hebben ook... cake. Wat cadeautjes gekregen van de buurvrouw. Ja. Jullie hebben toch een buurvrouw, hè? Oh, Nikke, wacht even. Oh. Alsjeblieft, Nikki, prinsesjes. Ja. Ja. Kijk, allebei een paashaas boek. Wat zeggen we dan tegen de buurvrouw? Dankjewel. Dankjewel, lieve buurvrouw, lieve buurman. Oké, dankjewel. Ja, check. Gaan we cake bakken? Ja. Yes. Verdeel je zo over de bodem en over de rand. Verdeel je hem helemaal. Wie zo? Ja, overal. Oké, als jij dat doet, ga ik verder met de andere. Zeker, water. Zachte boter, zachte boter. Ja, heb ik. Hé, hey, daar komt Lea. Papa, eerst roeren. Eerst roeren? Ik doe dit. Ja, dat is heel goed, Lea. Dat is de mixer, hè? Je moet even hier stop zeggen als hier staat 200. 200. Ik liever daar. Bijna! Hoeveel staat er? 206. 206. We moeten 200. Dat is weer 6 te veel. Oh. 202. 202? Ja. Bijna. Wil je deze kiepen in de bak? Helemaal? In de bak. Alles? Ja, kiep maar op. Alles? Alles. Dit lijkt me wel lekker om erin te gooien. Geen sugar. Stop. Dat wil ik wel eens zien. Wat zo? Ja. Die moet lekker. Ja, het is gelukt. Ja. De kinderen en papa hebben lekker cake gemaakt, terwijl ik hier probeer een leuke kanaalkleder te maken, waar best wel tijd in gaat zitten, die je na een maand weer moet vervangen. Maar nu is dat cakeje dus klaar. Oh.
Boah. Wat vinden jullie? Lekker. Ja, hè? We eten restjes. We hadden allebei geen zin om naar de winkel te gaan vandaag. Dus we hebben frietjes. Ertjes uit de diepvries. Mais uit een blik. Die uit een glas olijfjes. Dit heb ik nog nooit gehad. Tonijn uit de diepvries. Ik kan me er niet zo heel veel bij voorstellen. En spinaziekaas. Vleesjes. Achtig. Dingetjes. De sneeuwman! En kapot! Oh. Het gaat vanzelf. Ja. Hij smelt. Ja, hij doet. Hoi, het is zondagochtend. Heel vroeg. Althans, het is nu 6:20. Maar om 7:20 was Lea aan het hoesten. En dat ging over in spugen. En toen dacht ik, ah, dat zal wel meevallen. En toen, maar goed, ze kon niet meer slapen. Dus toen ben ik met haar naar beneden gegaan. Hier even een veilig plekje gemaakt. Dus ja, lekker vroeg op vandaag weer. Gaat het meisje? Ze heeft een aantal keer overgegeven morgen. En nu lijkt ze wat fitter. Heb je wat gedronken, schat? Ja. Goed zo. Mm-mm. Meisje. Maar goed, we blijven even lekker thuis vandaag. Het is nu 8:30. Papa is met Nicky naar de kerk. Volgens mij gaat het weer beter met Lea. He, je hebt niet meer gespuugd. Nee. Nee. Wil je ook nog iets eten? Ja. Wat dan? Nog een tosti. Een tosti? Ja. Zouden we dat wel doen? Zullen we eerst nog een crackertje pakken misschien? En we proberen op één keer per week. Blauw. Goed zo! Had je die kleur geleerd? Ja. Ah, van de week wist ze het nog niet. De achtergrond trouwens volgens mij de allereerste vlog die ik maakte. Oh, die ga ik niet in de beschrijving zetten. Kijk nou hoe schattig. Acht, negen, tien. Ik kom! Lea! Lea! Is ze in de kast misschien? Waar is ze nou? Ik kan dat niet vinden. Lea! Lea! Siri, kan jij net zijn we nou? We zijn even bij oma. Ja, net op tijd volgens mij. Hoe ga je de camera pakken? Hi! We hadden geen brood meer, dus ik heb meteen maar even de grote boodschappen gedaan met de Lidl. Ze hadden nog één peertje, want de actie van de knuffeltjes is voorbij. Lea is aan het helpen en papa is ook aan het helpen, zie ik. Wie is eigenlijk wie aan het helpen? Ze hebben bij Lidl ook een vegan pizza. En ja, rest mij jullie nog een fijne dag te wensen. Leuk dat je keek naar deze vlog, naar deze weekendvlog. Wil je nog iets zeggen, denk ik, of zo? Nee? Oké. Lea, wil jij nog iets vertellen? Of papa?